Hoi, ik heb vandaag een klein shopblogje voor jullie. Ik heb een klein beetje gewinkeld. Ik weet niet wat dit voor... Oh my god, nou denk ik iedereen ook Illuminati doet natuurlijk. Terwijl ik... Oké. Het wordt steeds erger. Oké, ik heb een klein beetje geschopt. Ja. Als eerst bij de H&M heb ik dit zwarte jurkje gekocht. Met een beetje motiefprintje zit aan de bovenkant in. Met... ja, driehoekjes. Het is ook een ander stofje. En deze is hier dan doorzichtig. Ik vind het wel heel jammer dat de jurkjes van tegenwoordig overal zo kort zijn dat je wel een rokje onder moet dragen. Anders kan je niet normaal bukken. Nou ja, ligt het er natuurlijk een beetje aan hoe groot je bent. Maar ik ben niet heel groot. Ook niet heel klein, maar ik ben 1,72. Bij mij ja, is het toch wel dat ik denk van, oh, waarom vallen ze tegenwoordig zo kort? Wat is dat toch? Want ik vind dit gewoon hele super leuke jurkjes. Ik vind deze gewoon heel fijn om te dragen. En deze was nu maar 10 euro in de sale. Dus dat vond ik heel leuk. Deze vond ik ook heel leuk. Toch wel heel apart vind ik zelf. Dus het lijkt gewoon een normaal shirt van boven. Maar er zit dus een rok aan vast. Dus als je draagt. Ik denk dat ik wel een riempje omheen draag. Om het effect een beetje te breken. Zodat het ook echt lijkt alsof je het apart draagt. En deze was ook nu maar 10 euro. En ik vind deze echt heel tof. Het is ook een... een watervalrok of zo. Zo'n watervalrok dat de voorkant wat een stuk korter is dan de achterkant. Die is echt super lang en zwierig. En dan ook nog doorzichtig. Dus deze vind ik echt heel leuk. Die is ook gewoon lekker lang. En, ik vond het effect gewoon heel tof. En ik vind blondie, ja, vind ik tof. Ik hou wel van dat soort bandshirts. Wel de band waar ik naar luister natuurlijk. Dus ja, die vind ik heel tof. Dan ben ik ook nog even naar de Primark geweest. Echt een afrader in de vakantie. Echt, het was mijn idee, maar toen ik daar liep dacht ik van nee. Dus ik heb eigenlijk echt amper goed gekeken. En ik wilde broeken passen, maar de rij was zo lang. Ik dacht nee. Dus uiteindelijk heb ik echt maar heel weinig geshopt. Onder andere dit Ramon shirt. Mensen denken dat ik echt, Ronja en Lise dachten echt dat ik super veel Ramon kleding had. Maar ik heb toevallig al inderdaad een Ramon trui. Ook van de Primark, maar dan de mannenafdeling. En ja, die is bordeaux rood. Dat is echt een van mijn favoriete truien, omdat die zo fijn zit. En ja, ik hou gewoon van die kleur. Ja, maar ik vind ook gewoon het Ramon shirt logo vind ik echt heel tof. En ja, ik vind het gewoon leuk staan. En door deze streep lijkt het ook een beetje een baseball shirt. Dus ja, en ik hou wel een beetje weer van de lichtere kleuren in de, als het mooier weer wordt om te dragen. Dus ja, deze kan ik niet laten hangen voor 10 euro. Dan heb ik dit superleuke shirt wat ik natuurlijk niet kon laten hangen van mijn favoriete artiest Drake. Ja, ik zag hem en er was er nog maar één. Dus ja, ik moest hem wel meenemen. Nee, ik hou niet van Drake, maar er hing er nog maar één. Dus ik stuurde Vera snel een berichtje en die wilde hem hebben. Dus deze is voor Vera en die laat ik alvast zien in mijn shopblog. Het scheelt haar weer werk. Dus een Drake shirt. Ik vind hem wel heel apart. Het lijkt wel of die... hij heeft een sigaar in zijn mond. Dat is sowieso hier zo. Dit is een heel apart beeld. Hij kijkt met heeft zijn ogen dicht. Maar het lijkt wel alsof hij aan het huilen is. Ik vind het wel heel cool met het logo. Zo met die letters. Maar die sigaar in zijn mond vind ik dubieus. Rij voor de kassen bij de Primark hoef je je echt nooit te vervelen. Want daar staan echt altijd alle home accessoires. En ja, altijd leuke dingen. Dus je... Dan ga je in de rij staan en dan alsnog mee aan het shoppen. Heel irritant. Maar heel leuk. Dus ik zag deze mopshondenbeker. Ja, hij heeft allemaal nerdbrillen. Te hipster. Maar ik vond hem heel leuk. Deze bekers zijn gewoon lekker fijn en groot. Dus ja, die kon ik niet laten staan. Die vond ik heel leuk. Dus die was 3 euro. Dit was mijn hele kleine shoplogje. Maar ik hoop dat jullie het wel leuk vinden om te zien. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace out. Sorry voor mijn nagellak. Doei.